ik ben al eigenlijk richting het Gouwenplein. Want ik ga daar even boodschappen doen, even wat dingen halen. En ik kan ook vertellen is, eindelijk kan ik wel bekend maken. Super tof dat je kijkt naar een gloedeel vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ga lekker een bakje koffie maar zetten. En Gaia maar eten geven, want ze zit ook de hele tijd te mouwen om eten. Hé Gaia? En dit is wat trouwens wil ik gelijk bij zeggen. De laatste vlog voor 2 weken vakantie voor mij. Hierna ga ik lekker 2 weken op vakantie. En dan moeten jullie het doen. Met mijn Instagram. En ja, dat is zoals ik wil zeggen. En ik weet dat Kanye wordt verzorgd. Wordt al in ieder geval verzorgd dat jullie dat weten. En ja. Hé hey Kanye, ja. Als ik 2 weken weg ben, word ik goed wel voor je verzorgd, hè? Ja. Ja. Maar ik ga even een rolgordijn open doen. Hier is het vandaag de laatste, maar morgen ga ik pas eigenlijk weg. Want dan ben ik gelijk al onderweg. En om dan te vloggen, nee, is niet te doen. Ja. Ja. Maar ja, ik ga nu even lekker lekker koffie zetten. Heb ik al niet het best in gedaan? Ja, zo, dat was ik even helemaal vergeten. Je moet een beetje wakker worden. Je moet een beetje nog wakker worden. Maar ja, komt allemaal goed. Ik ga even mijn aapje aan mijn apenpak aantrekken. Wat bedoel ik dan met apenpak? Mijn werkshirt. Zo. Dan ga ik hem maar even aantrekken. Hoe gaat hij dan? Mijn apenpak. Dat heb ik van iemand geleerd die wordt, namelijk. Zo. Het is lekker eigenlijk met korte mouwen gewoon werken, want ik heb nou de laatste tijd korte mouwen. Heb ik helemaal opgevouwen, dus lekker wat er is. Zo. Hoppakee. Zo. En nou klaarmaken om lekker een bak koffie te klaarmaken. En dan lekker even Gaia het eten te geven. Hé hey, Gaia? Ja, jij wil eten. Ja. Jij wil eten. Ja. Ga ik jou ook even geven, jongen. Ja, komt eraan. Komt eraan, jongen. Zo. Ah, ik kan niet wachten om lekker al op vakantie te gaan. Ja. Ik zit er al helemaal klaar voor. En dan kunnen jullie mijn story in de gaten houden. En je ziet altijd, kijk, het is echt prachtig weer buiten. Het zonnetje schijnt, lucht is blauw. Nou, niet blauw. Maar ja. Dat kan beter, de lucht. Maar het is in ieder geval wel prachtig lekker weer. Ik heb trouwens nog een beetje meer mijn koffers ingepakt. Want ik ga morgenavond al vertrekken. Het gaat de tijd hard om morgenavond. Wauw. Maar ja, ik heb er al super veel zin in. En ik ga er al een super leuke dag van maken. En dat is alweer een lange tijd dat ik Sander weer zie. Wees editen, was je nu gedaan, maar dan moet ik voor morgen even nog wachten, morgenochtend denk. Want gelukkig zijn de onderbroeken altijd snel droog, want die zitten nu in. Die zijn altijd meestal snel droog. En die ga ik dan zo meteen snel ophangen. En ik hoop dat deze koffer zo dadelijk dicht gaat, want ja, die gaan niet echt goed dicht namelijk. Maar ja, dat komt wel goed. Even een beetje verspreiden. Maar ja, dat komt allemaal goed. En alleen wachten op de andere laagste was. En dan lekker richting ja, mijn werk dadelijk. Even werken, werken. Moet ook even gebeuren. En dan zie ik voor de rest wel. Alleen wachten we nog op de was. En dan richting mijn werk. Laatste dag. Eén na laatste dag trouwens. Morgen alleen nog. En dan lekker 2 weken vrij. Het is zo prachtig weer vandaag. Heerlijk is dat. Ik zou willen weten hoe warm het eigenlijk zou zijn. Ik ga op mijn telefoon kijken. Ik kan je wel vertellen. Ik sta op de website. Maar wat voor website kan ik nog niet zeggen.
Want ik heb weer wel eerst goedkeuring hebben of ik iets kan melden erover. Voordat ik het ga doen. Maar ik ga gelijk kijken hoe warm het nogmaals is. Hij gaat eerst nu 18 graden aan. En ik ben benieuwd wat hij nu aangeeft. Even kijken hoor. Wat geeft hij aan? Wat geeft hij aan? Wat geeft hij aan? 19 graden vandaag. Heerlijk weer. Prachtig weer. Ik heb net de laatste wasje erin, wasmachine gedaan. Nu even lekker laten drogen. Misschien vanavond eraf halen. Of misschien morgenochtend eraf halen. Maar in ieder geval nu even laten hangen. En even deze editen die bijna halverwege is. Nog 13 minuten wachten. Want even kijken. Ik weet niet, denk dat ik het niet ga redden. Ik denk dat als het pas thuis komt dat ik in kan plannen. Want ik plan ze altijd in. Dan kan ik pas dan pas doen. Maar jullie hebben het al gezien natuurlijk. En nogmaals, dit is de laatste vlog wat ik nu kan. Wat ik vandaag, na 2 weken, hierna ga ik 2 weken helaas niet vloggen. Ik ben al eigenlijk richting Gouwenplein. Want ik ga daar even boodschappen doen, even wat dingen halen. En ik kan ook vertellen is, eindelijk kan ik wat bekendmaken. Jullie hebben waarschijnlijk op mijn Instagram of mijn Facebook al gezien. Ik ben de jury, de eerste jury van Special Media Award. Voor de 3e keer op een rij. En ja, ik heb er nu al zin in. Dus wat kan ik wel vertellen? Misschien hebben jullie ook al gehoord. Special Media Award is anders dan 1 jaar terug en 2 jaar terug. Kan ik jullie ook vertellen. En voor het 2e jaar landelijk weer. Dat kan, weet ik wel. En hoe kan je Special Media Award dit jaar zien? Check even dan de Instagram van Special Media Award. Dan kun je checken hoe het allemaal in elkaar zit, hoe het aan de gang is. Het is veel, veel anders, maar leuker. Het is meer online, laten we het zo zeggen. En het wordt ongelooflijk leuke Special Media Award. Wat ik ook kan zeggen is, ik weet wie er allemaal jury is. Bijna allemaal wie de jury zijn. Wil je het weten? Volg dan sowieso Special Media Award Instagram en de website. En ja, dan kun je er meer over weten. Ik ga gelijk reclame maken voor Special Media Award. Wanneer kan je opgeven is ook daar op die website te zien. Ik laat jullie ook nog weten. Ik geef je nog een seintje wanneer, hoe en wat. Dus hou mijn YouTube kanaal. Wat is dit nou? Oh nee, ja, moet ik helemaal omlopen. Want hier is het weer opgezet. Even kijken, kan ik op deze manier? Ga ik dan die kant op lopen? Daar heb ik helemaal niet op gelet of deze pad kan. Maar dit even denk ik zo lopen. Nou, ik ga wel op deze kant op en ja, laten we dat op deze manier lopen. Anders dan normaal. Meestal loop ik die kant op. Maar dat kan deze keer niet. Maar ja. Ik ga nu maar even hier richting Gouwenplein. Ik heb net een poffertje zitten eten, maar ik ben al een tijdje thuis en lekker met z'n eten. Ik zit ineens zo bomvol. Dus ik gooi de rest weg. Want ja, het is zonde. Maar ja, het is niet anders. Als ik nu op zon zit, zit ik wel vol klaar. Het is wel nog steeds zo prachtig weer vandaag. Die maar weggooien, maar bekijk. Het is mijn zonde, maar ja. En wat ik ook ga doen is even afwassen. En ik ga even scheren. En dat ga ik sowieso nu doen. En laten we zo dadelijk het eindresultaat zien als ik klaar ben met scheren. Zo, dat is lekker fris en fruitig weer. Alleen even wat kamerlicht hebben. Zo. Ah, het is even lekker om geschoren te hebben. Echt lekker. Nu lekker fris en fruitig. Wow. Maar ja. Want morgen ga ik alweer weg natuurlijk, dacht ik dat voordat ik weg ga. Ik hoef nou niet meer te doen, dus er zijn een paar dingetjes stofzuigen dweilen. Volgens het al gebeurd. Maar ja, ik ga in ieder geval even een beetje zo schoonmaken, hier zo en daar. En dan, ja, is het alles weer gebeurd. Kan ik schoonhuis achterlaten voordat ik vertrek. Alleen was nog ophangen. En dan ben ik helemaal klaar. Afwas heb ik gedaan, de onderbroek heb ik opgeruimd. Alleen die handdoeken waren nog vochtig. Begeleiding is er geweest. En ja, deze klaarzetten voor morgen. Ik moet sowieso zelf gaan, dan kan jij nog even snel eten geven.
En ik kan jullie vertellen, wie gaat dan op mijn kat passen? Waarschijnlijk is het Rick ook even. Hier ga ik Ganja even aandacht geven. En ik zie iets. Iemand hier beneden ga ik even helpen. En er zijn twee mensen die gaan er klaarstaan. Ik ga nu even klaarmaken om lekker hier de afvallige roltuinen dicht te doen. Van morgen, laatste dag werken. En dan heb ik lekker 2 weken vrij. En na 4 maanden, zonder niet te gezien te hebben, zie ik er weer. En dan ga ik nu maar even nog wat opnemen van tevoren. En dan ga ik nu maar even lekker bendekneuven deze editen. Die is al bijna af. En als het door deze vlog vandaag ben ik al deze editen. Toch weet je, dan heb ik morgen niet veel te doen. En ik weet de reactie dat het kastje deur open staat. Maar je hebt ook wel gewoon dat je keer dingen vergeet. Dat is voor me. Ik vergeet wel te veel misschien. Af en toe weet je, oké, misschien te veel, maar... Ja. Ik weet nog een periode dat mijn vader heb ik ook wel eens kastje. En hij werd echt heel erg boos om. En als ik echt hekel aan heb, is als de mensen boos worden. De kastje deur staat alleen maar open. Dan hoef je helemaal niet boos om te zijn. Vind ik. Dat is mijn mening. Je kan je ook gewoon rusten. Sander, je kastje staat open. Die is wel handig als je even dicht hebt. Dat is het verschil tussen boos zijn en dan gelijk snel zeggen. Maar ja. Niet dat ik mijn vader naar beneden wil halen, maar... Dat wil ik even bij je zeggen alleen. En ik ga nu lekker wat anders opnemen, maar dat gaan jullie morgen zien. Morgen? Huh? Morgen is toch geen video? Het is iets verrassing. Nou, ik ga klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Ik heb het al helemaal af nu, de video. Ik ga nu lekker mijn bedje opzoeken. Ik wil jullie allemaal bedankt kijken voor deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het toch zijn als je nog hier beneden abonneert. En leuke reactie achterlaat. En zeg ik alvast bij. Morgen, laatste vlog. Echt allerlaatste vlog. Dan pas over 2 weken weer. Maar jullie kunnen me ook op mijn Instagram volgen. Enzovoort. Facebook, Instagram en zo. Dus zeg ik nogmaals. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je me niet abonneert. En een leuke reactie achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Kijk dan, het schijnt de zon in je bakjes. Ik kan echt net niet zien. Als zo doe, kan ik niet mijn eigen beeld zien. Maar dat hoeft ook niet, dat is ook niet belangrijk. Maar ik ben even lekker richting mijn vader toe. Ik dacht, weet je, ik ga op vakantie. Ik heb mijn moeder gehad, dat ik even langs ben geweest. Ik heb ook genomen en we gaan gehad.